Hey, mijn naam is Anthony Reinhardt van Gitaar Training Studio en wat we vandaag gaan bekijken is hoe dat je sneller kunt leren spelen op gitaar, oftewel shredding. We gaan de basis eigenlijk leggen en waar zit de basis? Natuurlijk in onze motor, in de rechterhand. Er bestaan heel veel resources op internet en in boeken over de linkerhand, de beweging van de linkerhand, maar dat zijn natuurlijk wel grote bewegingen in vergelijking met de rechterhand. Eigenlijk is het de hand die het plektrum vasthoudt, dus als je linkshandig speelt is het anders natuurlijk, die ervoor zorgt dat wij in moeilijkheden komen. En natuurlijk de coördinatie tussen beide handen. Dus dat is eigenlijk de moeilijkste hand om volledig onder de knie te krijgen. Vandaar dat we hier vandaag die basis op gaan leggen. En je hebt het waarschijnlijk al in een vorige video bekeken. Dus dat is eigenlijk de beginnersvideo van Start met Gitaar, les 1 of 2, ik weet het nu niet meer van buiten. Het gaat eigenlijk over het plektrum leren vastnemen op een correcte manier. En wat waren de stapjes? Dat was eigenlijk doen alsof je iemand de hand geeft. Je legt het plektrum erop, zodat hij gebalanceerd in het midden ligt. En dan ga je eigenlijk de duim er volledig over leggen. Hoe meer contact tussen het plektrum en onze vingers, hoe natuurlijk minder snel dat we het plektrum gaan verliezen. Dus dat is eigenlijk goed voor naartoe te kijken. Sommige mensen nemen het plektrum te veel zo vast of te veel zo, maar dan is het natuurlijk, ja, dan is die rap weg. Ook een zeer belangrijk aandachtspunt is dat je niet het plektrum met 3 vingers vastneemt. Dat is jezelf in moeilijkheden steken van voordat je begint. Je ziet, mijn arm is hier heel gespannen. Mijn pols zit veel spanning en hoe ontspannender dat we kunnen blijven tijdens het snel spelen of het shredden, hoe beter, want hoe moeitelozer dat we bijvoorbeeld op 1 snaar zullen kunnen spelen. Wat is er nog van belang? Dat is eigenlijk de basis die we nu hebben bekeken voor het plektrum correct vast te nemen. Nu als het gaat over snel spelen, zijn er wel een paar belangrijke punten. Dus hoe dat ik het plektrum nu vastneem, dat is perfect oké. Als we het hebben over akkoordjes krummen. Maar als we spreken over snel spelen, dan gaan we eigenlijk die beweging willen doen. Nu dat vuistje, wat gebeurt er precies bij het vormen van het vuistje? Is dat we meer kracht geven aan het plektrum, meer stevigheid. Die vingers zijn zowat passief, houden we gewoon losjes in het vuistje. Maar het is vooral de druk dat we creëren met die 3 vingers. En hoe hard mogen we het plektrum vasthouden? Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk redelijk hard. Hoe sneller dat we spelen, hoe technischer de muziekstijl, bijvoorbeeld metal, country, bluegrass, hoe steviger dat we natuurlijk het plektrum moeten vasthouden. Want hoe sneller de beweging, hoe meer dat ons plektrum gaat dit doen. En natuurlijk moeten we met het topske gaan werken. En ervoor zorgen dat we echt die strak vast hebben. Dus dat is heel belangrijk, plektrum strak vasthouden, maar toch een zekere vorm van ontspanning is belangrijk. De schouder mag niet te veel naar boven zijn, dat zijn allemaal zaken voor goed te bekijken, de houding is belangrijk. En dan dat vuistje, dus wat dat er gebeurt is hier, die vingers die passief meegaan, de pink en de ringvinger, en die geven de druk. Dus de middelvinger, wijsvinger en duim zorgen voor de druk. En wanneer zie je dat we te veel spanning hebben, kijk, je ziet nu mijn hand te veel opspannen en natuurlijk, dat gebeurt er als we met te veel spanning spelen. We willen niet krampachtig dit proberen te doen, maar je ziet dat hier. Probeer zo ontspannen als mogelijk te blijven. Nu, een tweede heel belangrijk aandachtspunt is de manier waarop dat we de snaar kruisen. En als we ons plektrum recht houden tegenover de snaar, dan is het natuurlijk snel gebeurd dat we zo wat blijven vastzitten, dan is er meer frictie. Dus wat willen we gaan doen is het plektrum lichtjes gaan kantelen. Ongeveer, ik zou zeggen 15 à 20 graden tegenover de snaar. Nu, een klein nadeel die daaraan verbonden is, maar toch niet onbelangrijk, is dat we een verlies qua toon hebben. Hoe meer dat we het plektrum draaien, zeker als we door een clean versterker spelen met een clean kanaal, dan gaan we eigenlijk toch wel merken dat we een verlies hebben qua kwaliteit van toon, gaat het allemaal minder goed klinken. Ik ga nu een keer overdrijven. Dus je merkt dat die klank is natuurlijk niet wenselijk. Dat is eigenlijk een duidelijke klank. Dus hoe meer dat we het plektrum draaien, hoe slechter de toon. Dus daar is het wel voor op te passen. Maar normaal gezien, 15 à 20 graden kan je niets mee verkeerd doen als je die kantelt. En dan natuurlijk snijdt het plektrum gemakkelijker door de snaar, zeker als we hem dat strak vasthouden. Dan zou je normaal gezien niet al te veel moeilijkheden mogen hebben om die beweging te creëren. Oké. En dan een derde zeer belangrijk aandachtspunt is eigenlijk het spelen. Ja, natuurlijk, we moeten ontspannen zijn, we moeten dat vuistje vormen. We moeten eigenlijk ook het plektrum laten draaien. Maar wat is ook heel belangrijk is zorgen voor steun. En je ziet dat ik eigenlijk de muis van mijn hand hier op de snaar leg om wat extra steun te creëren. Er zijn gitaristen die het anders doen, maar zeker dat is geen goede manier. Soms zie je gitaristen, maar die verven hunzelf in een hoek, voor het zo te zeggen, doordat ze eigenlijk niet in staat zijn om veel beweging te creëren. Dus als je op zoek gaat naar de juiste manier, de muis van de hand op de snaar leggen kan. Er zijn gitaristen, bijvoorbeeld mijn persoonlijke mentor Tom Hess doet het met thumb muting, die laat zijn duim op de snaren rusten. Ik doe het meer bijvoorbeeld zoals Mike Phillip, of kan je waarschijnlijk van internet ook, die gaat eigenlijk ook met de muis van zijn hand op de snaren gaan rusten. En dan natuurlijk creëren we wat meer zekerheid, wat meer steun. Want stel je voor dat we echt nu niet gaan steunen hier. Ja, wat gebeurt er? Ja, mijn hand zweeft. Ik ga niet zeggen dat dat onmogelijk is. Bijvoorbeeld, ik weet dat gypsy-gitaristen heel vaak zo van die beweging zonder steun gaan maken. Ook omdat die akoestische gitaar dan meer tot zijn recht komt, meer volume kan creëren. Maar zeker op elektrisch, zeker met distortion aan, is het geen overbodige luxe om het te dempen. Integendeel, we moeten eigenlijk bijna, we kunnen niet anders dan dempen, want anders gaan al die snaren hier ook beginnen meekrijgen. Dus sowieso is het goed voor die rechterhand zodanig te positioneren dat we hier lichtjes steunen. En dan eigenlijk om die snelheid te gaan uitbuiten en te gaan verder trekken naar de linkerhand ook. Ja, dat is een heel ander verhaal. Eerst moeten we naar die maximum snelheid werken. Eerst moeten we volledig dat kunnen onder controle krijgen. Want het moment dat we bijvoorbeeld dan deze zaken gaan proberen, moet dat eigenlijk al volledig in orde zijn hier. Die maximum snelheid. En dan is dat nog niet zo vanzelfsprekend om dat verder te krijgen op andere snaren. Want het is niet omdat je dat kan, dat je daarom dan naar de andere snaren ook kan verder krijgen. Wat is er daarin heel belangrijk? Dat bekijken we in de volgende video. Ook over het shredden en het snel spelen. De eerste tips dat we nu hebben gezien zijn de allerbelangrijkste voor mee van start te gaan. Dus wat hebben we nu gezien? Dat het altijd belangrijk is om het plektrum correct vast te houden. Dus het vuistje vormen is heel belangrijk. Dan gaan we eigenlijk het plektrum laten snijden op een goede manier. Ongeveer onder een hoek van 15 tot 20 graden tegenover de snaar. En dan is het ook echt van belang om te gaan kijken om met steun te spelen. En als je deze video leuk vindt, dan zou ik zeggen, subscribe tot het channel van Gitaar Training Studio. Laat een comment na, like. Dat wordt zeker geapprecieerd en dan kunnen we verdere video's nog gaan maken over sneller spelen. Over dat verder krijgen naar coördinatie toe, want dat is natuurlijk ook een volgende stap die we dan moeten gaan nemen. Om die rechterhand volledig in coördinatie en sync te krijgen met die linkerhand. En dan als je al deze tips nog een keer op je gemak wilt lezen, is er ook een gratis downloadbare hits dat ik zou aanraden om te downloaden op de website gitaarles.be. En dat is eigenlijk een hit over al de zaken die we nu hebben aangekaart. Bijvoorbeeld het vormen van het vuistje, hoe dat je het plektrum best vastneemt met foto's en tekst uitgeschreven, zodat je nog een keer alles op het gemak kan lezen. Deze vind je op gitaarles.be.